Nou, dan gaan wij naar Sjaak, onze teamleider, die de besturingsprogramma's maakt voor onze machines. Oké. Okay. Succes. Dankjewel. Hey Sjaak. Hey Tim, hoi. Ja, goedemiddag. Leuk om hier te zijn. Ja. Welk deel van het proces is dit? Ik ben de teamleider. Ik krijg de orders van de werkvoorbereiding. Ik doe een stukje planning, om te kijken, om te bewaken, de levertijd te bewaken. Ja. En ik doe programma's maken voor de bewerkingsmachines. En dan met name de moeilijkere werkstukken. Dus hier begint ook vaak gewoon een project? Ja. Als het een groot project is, met lastige bewerkingen, dan doe ik vaak een heleboel voorwerk aan. Gewoon, om te voorkomen dat de machine lang stil staat. Ja, dan komt en is het dan ook zo dat als zij die tekeningen krijgen van jou, hè, het afgebeurde, dat ze dat gebruiken ze degene, dat is hun bijbel? Ja, eigenlijk wel, ja. En wat vind jij nou zo leuk aan dit werk? De metaal is een vak, daar kun je gewoon echt je eidering kwijt. Gewoon. Okay. Hoe je ook bent, of als je er zin in hebt en je hebt een beetje feeling met het vak, dan kun je eigenlijk altijd onderscheiden. Gewoon. Dat is, je hebt niet per se zo'n stapel diploma's nodig, je moet natuurlijk wel de basiskennis moet je hebben. Maar op een gegeven moment kan je eigenlijk onderscheiden en goed, dan kan je ook verder komen gewoon in de metaal. Ja. Dus dit is het werk wat gemaakt gaat worden? Ja, dit is het werk wat we nu momenteel aan het opstarten zijn op die machine. Okay. Dit is dan dus een kampprogramma, een stukje werk. Goed, ik neem gewoon heel veel tijd uit handen van degene die achter de machine staat. En waar is dit nu, dit stuk? Wat je hier ziet, dat is eigenlijk deze machine. Alleen daar zit allemaal plaatwerk omheen. Dus super. Ja, moet je daar maar eens naar kijken. Dankjewel Sjaak. Goed, hey, succes. Later hè. Yo, dag Tim. Goeiedag. Hoi. Hans Fleur. Tim. Hoi. Sven. Tim, wat zijn jullie aan het doen? Ik leer haar het werken met de onafhankelijke bierklauw. Oké, voor mij klinkt dat echt als iets wat ik nog niet ken. Wat is dat precies? Nee, het is een klauwplaat met 4 klauwen. Ja. Waar je onafhankelijk kan stellen. Ja. Dus waar je eigenlijk werk precies in het midden kan zetten. Oké. Okay. En wat vind je zo leuk aan het werk? Het leuke aan het werk is dat het heel erg verschillend is. Elke dag weer. Wij maken geen series, we maken allemaal enkel stuks. Elke dag is verschillend voor ons. Dus eigenlijk komt iemand met, zeg ik wil 6 van dit of zo, of 5 van die, en dat maak je dan? Dat maken wij. En dan ga je weer door met iets compleet anders? Ja, en dat kan er bijvoorbeeld dan maar 1 zijn. Ah, cool. Ja. En hoe ben je hier gekomen? Ik ben 12 jaar geleden hier gekomen door een vrijdagbaantje. Werk je hier al 12 jaar? Ik werk hier al 12 jaar. Hoe oud ben jij? 29. Wow, dat is echt knap. Ja. En jij? Ik werk nu iets meer dan een jaar. Ja. En ik ben hier gekomen door een stage. Ik ben hier 2 jaar geleden stage gelopen. Ah. En blijven hangen eigenlijk. Leuk. En je hebt mee zin? Ja, super. Ja. Ik heb een nieuwe machine gekregen. Oké. Okay. Dus daar sta ik dan achter. Leuk. En werken er nog meer meisjes hier zo? In de werkplaats niet. Niet? Nee. Welke opleiding richting moet je volgen om hier te komen? Ik doe allround Vespane niveau 3 op het Hoornbeet doe ik dat. Oké, dus dat is BBL, beroepsbegeleidend. Ja, Als je daarmee klaar bent, ga je hier ook fulltime werken? Ja, alleen ik ga hierna nog wel een andere opleiding doen. Okay. Dat is dezelfde die hij ook heeft gedaan. Oh ja. En het verdient een beetje lekker? Ja. Verdient goed. Het is hard werken, maar het verdient wel lekker dus. Ja, het is wel hard werken inderdaad. Het is druk, dus je bent sowieso continu heel de dag bezig. Vanaf hoe laat? Ik begin om 6:30 morgens. Tot? Tot 4:30. En er zijn dagen bij, dan werken we tot 8:30 s'avonds. Jeetje. En wat voor soort mensen komen hier voor spullen? Wij maken spullen voor de offshore, voor de jachtbouw. Okay. En we hebben nu een project gehad voor de grondsanering, om grondsamples te maken. Heel groot project. Ja. Dus ja, eigenlijk van alles wat. Leuk. En wat zou ik nog meer moeten gaan bekijken? Nou, ik denk, hier vandaan gaat het naar de eindcontroleur, dat is Daniel. Daniel. Ik denk dat je daar maar eens even een kijkje moet gaan nemen. Ga ik daar even kijken. Succes nog. Ja, bedankt. Later hè. Hoi. Ik ben net bij Edwin. Ik ben hier naartoe gestuurd. Goedemiddag, Daniel. Aangenaam. Hoi. Alles goed? Ja, gaat goed joh. Mooi, wat ben je allemaal aan het doen? Ja, we producten aan het nameten zeg maar op de
de maatvoering. Dus kijken of alles een beetje klopt volgens tekening, zeg maar. En hoe vaak komt het voor, zeg maar, dat het niet klopt? Gebeurt het wel eens? Of? Nou ja, heel af en toe. Het gaat eigenlijk altijd wel goed. En soms zit er een hele kleine, want deze meet tot op een duizendste nauwkeurig. Een duizendste millimeter. En wat wordt dit? Wat wordt dit voor ding? Dit is een zuigerfront. Dat is voor een klant die zit in de olie- en de gasindustrie. Ja, ja, dat is dus dat, voor zo'n pomp. Toch? Ja, dus, oh, ja. Dus dat komt, ja. Hoe lang werk je hier al? Ik werk hier nu 5 jaar bijna. 5 jaar, maar wat vind je het leukste aan dit? Nou, ik vind het wel leuk om zeg maar de foutjes eruit te vissen. Dat is natuurlijk voor het bedrijf niet goed als er fouten zijn, maar ik vind het wel leuk om het allemaal na te lopen. En, je ziet ook de eindproductjes, dat is ook wel leuk. Ja. En mocht er iets niet kloppen, hè? Stel je voor, hier zit een meetfoutje in, dan gaat het terug. In principe gaat het terug naar de bewerker. Ja. En dan, soms kijken we even ook in overleg met de klant wat wijs is, weet je wel. Laten we eens even gaan kijken, want ik ben benieuwd hoe het werkt. Nou ja, dus, hij staat nu aan toevallig. Dus ik heb hem even stilgezet. Oké. Je gaat dus zeg maar aan de hand van de tekening ga ik zeg maar alle diameters invoeren. Mm-hmm. En die voer ik hier in het systeem in. En hij gaat dan zeg maar met de taster gaat hij overal cirkels maken zeg maar. Dus dan gaat hij alle diameters meten. Ja, hier gaat hij alle punten pakken zeg maar. Ja. Dit is dan de diameter die hij zou moeten meten. Mm-hmm. Maken we. In principe meet ik alleen producten die klaar zijn. Ja. Alleen soms heb je ook natuurlijk tussencontroles. Ja, ja. Om even te kijken van. Waar sta ik? Ja, want als het dan fout is, dan kan je nog ingrijpen. Ja. Dus dan eind van de rit, dan kijken we hem helemaal na. Ja. En in principe kijk ik ook op krasjes en dat soort dingen. Ja. Niet alleen naar de maatvoering, maar gewoon het hele, hele product, zeg maar. Dankjewel, man. Hey, graag gedaan. Ja, dankjewel. Okay, hoi. Hoi. baasoverjeeigentoekomst.nl. Daar moet je toe als je meer wil weten over dit bedrijf. Misschien wil jij iets anders werken? Ga dan ook naar de site. Alles staat erop. Later! Wil je nou ook een keer dat ik bij je langskom, dan ga dan even naar baasoverjeeigentoekomst.nl. Later.